Jellert, gefeliciteerd met de overwinning. Weer eentje met twee gezichten, denk ik. Ja, dankjewel. Ja, we beginnen aardig aan de wedstrijd. Na 4 minuten pakt de speler van Go Ahead rood. En dan denk ik wel dat we het te gemakkelijk opnemen. Dat we denken van ja, het gaat vanzelf gaan nu met 85 minuten met een man meer spelen. En dan wordt het moeilijk. Doen we te weinig met ons balbezit. En dan net voor rust letten we niet op. En is er een vrije trap van hun die zij goed uitspelen. En waardoor we 0-1 1-0 achter staan. Dus, Na 4 minuten inderdaad die rode kaart. Wat heb je gezien daar? Ja, het was de bal lag in de midden en Elton was eerder op de bal dan de speler van Go Ahead. En die raakte hem vol op zijn been. En uit mijn standpunt ja, was het wel minstens geel. Hoe kwam je in de rust in de kleedkamer? 1-0 achterstand? Ja, hebben we elkaar opgepept. Dit kan niet. Na 4 minuten spelen we met een man meer. We domineren eigenlijk in het begin. Dan moeten we die wedstrijd gewoon uitspelen en onze voldoende kansen creëren en dan komt het vanzelf. En ja, de eerste helft was gewoon te weinig. En toen kwamen we samen in de kleedkamer en zeiden we dat we het samen moesten doen. En dat er hier zeker een overwinning mogelijk was. En zo zie je maar. Na rust schoot je hem al snel binnen. Wat gebeurde er? Ja, een goede actie van Thibaut van der Velde die de laatste weken goed in vorm is. En ik zag hem zijn actie 1-op-1 maken. Ik dacht, ik ga mee naar voren. En ik kreeg die bal in mijn voet en ik twijfelde niet. Ik nam hem aan en ik trapte direct. Dus het was een heerlijk gevoel. Lekker om weer een doelpunt te maken, denk ik. Daarna valt snel 3-1. Hoe is dat mogelijk zo snel naar rust? Ja, ik denk dat vooral, we zijn goed uit de kleedkamer gekomen. We wouden direct druk zetten, direct ze bij de keel grijpen. Hebben we ook gedaan, dan valt die 1-1 direct. Dan krijgen we vertrouwen en dan duwen we door. En dan we weten van elkaar dat er hier veel mogelijk was. En dan valt die 1-2, dan gaat nog meer vertrouwen, dan valt die 1-3. En dan hebben we het professioneel uitgespeeld. Professioneel uitgespeeld inderdaad. Ik zag je vlak voor tijd nog even met Joran, die later debuteerde, nog even iets zeggen. Wat zei je toen, toen hij aan het warm lopen was? Ja, dat hij er gewoon moet van genieten. Hij is een schitterend jonge gast. Joran is al een jaar met ons aan het meetrainen. Doet het goed bij het tweede team. En ik vind gewoon dat hij dit verdient om zijn debuut te maken. En, het is schitterend voor de jongen. Dat is een heerlijk gevoel voor hem. Nog 2 wedstrijden. Wat is je doel voor de rest van het seizoen? Ja, ik denk gewoon dat we volgende week thuis zeker die 3 punten moeten nemen tegen Almere. We hebben nog iets recht te zetten tegen die ploeg. En dan naar Os. Ik denk dat we gewoon nog volop voor de 6-op-6 moeten gaan. We hebben nu 6-op-6 gepakt, de laatste 2 wedstrijden. We zitten in een goede flow. Iedereen heeft het vertrouwen. Dus ik denk dat we gewoon 6-op-6 moeten nemen en niets minder. Het is even geleden, maar je neemt de 3 punten ook op de terugweg in een uitwedstrijd mee naar huis. Inderdaad, dat doet enorm deugd. Meestal was het thuisoverwinning en je doet enorm veel deugd. Ik zeg het, we zitten in een goede flow en nu wil ik nog eens die 6-op-6.